Uit alle onderzoek is gebleken dat mensen pas bewuster gaan leven als er een kind wordt geboren of als ze ziek worden. Nou, dan ben ik heel blij dat ik voor de eerste heb gekozen. Ja. We hebben een smartie gemaakt. Daar is die. Het is een jongen! Yeah! 31 weken. De baby is zo groot als een Chinese kool. De tijd begint dus te dringen. En ik ben onderweg naar tv-presentator Wilfred Gené. Die keer waarschijnlijk wel van het tv-programma Voetbal Inside. Vanavond met Johan Derksen, Jan Boskamp en René van der Gijp. En hij heeft samen met zijn vrouw een boek geschreven. Dat heet Vullen of Voeden. En dat gaat over gezonde voeding. En als ik ergens nog nooit over na heb gedacht, dan is het wel gezonde voeding. In hoeverre heeft het vaderschap jou veranderd als mens? Gaan we gelijk de diepte in, hè, Peter? Ja. Wat Vittori zegt. Nou ja, het is wel waar dat... Kijk, dat gezonde eten, je hebt het boek ook meegebracht, zag ik... Is eigenlijk voortgekomen uit de geboorte van deze dame. Je ziet er niet, we willen de kinderen niet echt een beeld hebben, maar Isabeau staat daar. Voortgekomen uit het feit dat Isabeau en later ook Luca geboren is. En ik eigenlijk toen, doordat mijn vrouw zich helemaal op voeding heeft gestort, erachter ben gekomen dat voeding en gezonder en bewuster leven enorm veel verschil kan maken. En zeker ook voor die kinderen, zeker in het beginjaar. De eerste 1000 dagen zijn voor een kind cruciaal. Sterker nog, in de buik is goede voeding bij de moeder al cruciaal voor een kind op latere leeftijd. En kijk, het is vullen of voeden, dus op zijn tijd neem ik dat nog wel eens, maar in een heel andere mate. Ik drink ongelooflijk veel water inmiddels en ik ben er veel meer mee bezig gegaan. Dat je daar echt je voelt je ook beter, je voelt je vitaler, je hebt die kracht ook nodig als je straks kinderen hebt, want dat ga je meemaken. De nachten zijn korter, de inspanningen zijn groter, je moet het combineren met je werk. Ze vragen veel aandacht kinderen als je het goed wil doen. Dus in dat opzicht is het wel een hele bewuste keuze geweest om het om te gooien. Dus mijn leven is totaal veranderd. Persoonlijk eet ik elke dag lijnzaad. Omdat het dus een goede bron is van omega-vetten. Mijn favoriete ontbijt is havermout. Een kopje warm water met citroen. Ik denk dat ik gewoon best wel een resistentie tegen antibiotica heb opgebouwd. En dat is voor mij gewoon de reden om gewoon helemaal geen vlees meer te eten. Natuurlijk. Kip is een eiwitrijke bron. Er is nu zoveel aanbod en er zijn zoveel mensen mee bezig, er komen zoveel verhalen uit. Laten we het met z'n allen een beetje simpeler gaan houden. Ten eerste vind ik ook dat al die partijen die daarmee bezig zijn hun krachten moeten bundelen. Want iedereen doet het op eigen niveau en eigen initiatief. Als je al die grote initiatieven bij elkaar zou brengen, zou je veel verder kunnen komen om mensen erbij te helpen. En daarnaast, het is veel simpeler dan veel mensen denken. Eigenlijk vind ik de 20-80% regel, dat moet de belangrijkste regel zijn. Dus 20% mag je dan een beetje de dingen doen waarvan je zegt, van, nou, is het wel allemaal goed voor je. En 80% moet je proberen gewoon. Water, gezond eten, fruit, dat soort dingen allemaal tot je te nemen. En ik op zijn tijd drink echt wel eens een glas wijn en ik ben ook wel eens op een bar gaan staan om te gaan karaokeën. Dat doe ik niet altijd nuchter, dat geef ik eerlijk toe. Het grappige is, als je dingen op dwang gaat doen en eigenlijk tegen je zin in, dan gaat je levensvreugde dusdanig omlaag dat je op een gegeven moment daar misschien wel last van gaat krijgen. Dus dat moet je ook niet doen. Een vriend van mij, die zegt zelfs, eet nooit meer vlees. Hij zegt, het is slecht voor het milieu en slecht voor je eigen gezondheid. Ben je het daarmee eens? Ik denk daar niet zo sterk extreem over dat je in één keer alles eruit moet gooien. Ik vind wel dat je dat ook per week een paar keer met vleesvervangers zou kunnen doen. Maar op zijn tijd een stuk vlees vind ik nog steeds prima. Nou ja, ik zou als eerste tip tegen je zeggen, geniet nog even van deze laatste paar weken. Dat zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja? En daarnaast probeer het wel zoveel mogelijk vast te leggen. Ik stond ook met een videocamera, terwijl Joep van het Hek dat ooit echt verketterd heeft is in de oudejaarsconferentie door te roepen van die vader met een videoboom. Maar ik heb er echt met een videocamera bij gestaan. Ik heb alles vast. Het gaat zo enorm snel. Het gaat zo snel voorbij. Je moet het gewoon zo nu nog even terug te kijken om te weten hoe het was. Het is als een vloek en een zucht is het voorbij gegaan. Dus probeer vooral veel bewuster te zijn van wat je moet echt, je moet het opslurpen, want het is zo bijzonder. En op het gebied van gezondheid nog een tip? Omdat je weinig slaap zal krijgen de eerstkomende tijd, probeer dat inderdaad zoveel mogelijk toch ergens anders op je in te halen. En probeer dan ook een beetje gedoseerd te leven. En dat betekent vooral toch een beetje een evenwicht. De 80-20 regel zou ik erop loslaten wat dat betreft, ja. Ik heb wel wat dingen geleerd, zoals de 80-20 regeling. Die was bij mij nog wel eens 20-80. En wat ik ook wel heel interessant vond wat hij zei, is dat mensen dus alleen maar veranderen bij de geboorte van een kind of bij ziekte. Ik ben zo blij dat het bij mij geboorte van een kind is. Kijk, de Euromast is blauw. Tot volgende week met onder andere Sander de Kramer.